Welkom allemaal. Wil ik jullie van harte welkom heten bij een studium generale over religie en moraal. We hebben deze avond georganiseerd in nauwe samenwerking met Veritas Forum Twente. Dat zijn een aantal christelijke studentenverenigingen met wie wij elk jaar een dergelijk debat organiseren. Veritas Forum Twente maakt onderdeel uit van Veritas Forum. En dat maakt weer deel uit van een mondiale organisatie die zich erop richt om de waarheid te achterhalen omtrent grote levensvragen. Veritas is ook Latijn voor waarheid. Of wij dat vanavond gaan bereiken, of wij de waarheid of een waarheid vinden, is zeer de vraag. Want de kwestie die wij vanavond gaan behandelen met twee sprekers en met jullie is een hele ingewikkelde en eigenlijk eentje van alle eeuwen. En dat is namelijk, heb je religie nodig, heb je een God nodig om te weten wat goed en wat kwaad is? Twee sprekers die met elkaar in debat gaan. Eentje die zegt atheïstisch te zijn, Herman Philipsen. En eentje die tot geloof is gekomen, Emmanuel Rutte. Beiden leggen straks uit in maximaal 20 minuten wat hun standpunten zijn ten aanzien van die vraag over religie en moraal. Tussendoor en na afloop is het de bedoeling dat zij met elkaar in debat gaan, maar ook dat zij met jullie in debat gaan. De eerste stelling. Zou ik die kunnen krijgen, Peter? Vraag. Bewijst het bestaan van een morele wet een bovennatuurlijke wetgeving? Als jullie die zouden willen beantwoorden, die vraag. Ik denk dat het is met een ja, een nee of een weet niet, hè Peter? En het leuke is, deze vraag gaan we herhalen aan het einde van de avond. Om te kijken of jullie van mening zijn veranderd. Meestal is dat niet zo, maar Allah, we gaan het toch doen. Nou, het is wel duidelijk ongeveer hoe de verhoudingen zijn. Peter, moeten we nog langer doorgaan? Of nee, hè? Dus de meeste mensen zijn het oneens met deze stelling, 47%. Wil jij dat onthouden, Peter? Eens 38% en weet niet 15%. Dan gaan we helemaal aan het eind van de avond gaan we deze stelling opnieuw door jullie laten beantwoorden. Dan ga ik nu onze eerste spreker introduceren. Dat is Herman Philipsen. Even heel kort, hij heeft rechten en filosofie gestudeerd. Hij is daarna hoogleraar wijsbegeerte geworden aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Daarna universiteitshoogleraar bij de Universiteit van Utrecht. Hij is bekend van zijn felle debatten tegen, ja, hoe moet ik het zeggen, tegen geloof, tegen religie. Hij schreef in 1995 het Atheïstisch Manifest. Is een heel bekend geschrift geworden. Is ook heel veel kritiek opgekomen. Ook heel veel bijval is daar opgekomen. En in een boek, wat hij volgens mij in 2003 publiceerde, als ik het goed heb, God in the Age of Science. En in dat boek geeft hij eigenlijk in gecondenseerde en meer uitgebreide vorm de argumenten weer die ook in het Atheïstisch Manifest voor een deel ook al genoemd waren. Ik wil graag een applaus voor Herman Philipsen. De vraag is of ik dit applaus al verdien, dames en heren. Dat moet eigenlijk pas na deze avond worden beslist. Het is mijn grote eer om hier helemaal in Twente te komen. Ik woon in Amsterdam, dus het was een hele tocht. Maar omdat ik ooit in de promotiecommissie van mijn medespreker zat, dachten we, het is gezellig om weer eens goed van gedachten te wisselen. Dus dat gaan we vanavond doen. We hebben natuurlijk totaal verschillende standpunten, want anders wordt het vreselijk saai voor u. Dus laat ik maar eens beginnen met Hiska hartelijk te danken voor de uitnodiging. Dat was
buitengewoon aardig van jullie. En ik moet geloof ik ook het Veritas Forum bedanken. Maar dat is een ander soort dankwoord dan aan Hiska. Dus Studium Generale probeert alle opinies in de wetenschap recht te geven om zich te uiten. Terwijl dat Veritas Forum, het woord Veritas betekent waarheid, zoals al is uitgelegd. Maar die denken dat ze de waarheid in pacht hebben. Namelijk, het christendom is sowieso waar. Nou, het is mooi dat Studium Generale en zelfs het Veritas Forum besloot om iemand uit te nodigen die het daar helemaal niet mee eens is. En de sport vanavond is, we hebben een opiniepeiling gezien. Zullen wij in staat zijn om de opiniepeiling te veranderen door onze argumentaties? Dat is even de sport voor vanavond. Dank aan de uitnodiging. Misschien even één opmerking over de godsdienstige visie van Emmanuel Rutte. Want ik ga beginnen met een citaatje of een stukje wat ik al eens een keer vertoond heb en wat u op internet kunt lezen. En dat komt omdat de heer Rutte gelooft in het bestaan van één God. En ik ga dadelijk beginnen met mijn ervaringen even aan u te vertellen, als u die nog niet gezien hebt, over ervaringen van een religie die in heel veel goden gelooft. Dus Rutte is een atheïst met betrekking tot heel veel goden, maar niet met betrekking tot één god. We gaan daar verder over discussiëren. Er komen punten, denk ik, hierop. Dat gaat u nu doen. Er zijn twee hoofdvragen aan ons opgedragen. Dus wij moeten twee vragen beantwoorden en dat hebben de organisatoren bedacht. Vraag A is er een morele wet? Een algemene, bestaat er een algemene morele wet? Dat is hun formulering van deze vraag. En vraag B is, bewijst het bestaan van een morele wet een bovennatuurlijke wetgever? Dat zijn is bij mij 1a en b. Dus dat zijn de twee vragen die wij geacht worden te beantwoorden. Nou, dat gaan we proberen. Ik ga dus een anekdotische introductie geven. Dat is mijn tweede punt. Dat staat daar ook. Ik was ooit uitgenodigd in India voor een belangrijk congres. Ik weet niet of u ooit hebt gehoord van de Indian Philosophical Congress. U weet dat India vroeger een Engelse kolonie was. En in de 20er jaren is er een hindoe-vereniging gekomen. En die heette de Indian Philosophical Congress, waar hele belangrijke hindoes lid van waren. En die hebben het begin gemaakt om te gaan pleiten voor onafhankelijkheid van Groot-Brittannië of Engeland, hoe u het ook wil formuleren. En die hadden een 70-jarig bestaanscongres in 2000. En ik was als een van de zeer weinige niet-Indiërs uitgenodigd om daar te spreken, omdat ik ooit een boek over Martin Heidegger had geschreven en daar waren ze in geïnteresseerd. Want Heidegger die was gebruikt door de Indiase onafhankelijkheidsstrijders. Heidegger is ooit nazi geworden, zoals u misschien weet. En dat sprak sommige Indiase onafhankelijkheidsstrijders zeer aan. Dus dat was een complex onderwerp waarover ik toen een lezing heb gegeven. Wij lunchten met mooie houtvuurtjes buiten en zo. U kent de Indiase gewoontes. En er waren iets van 300 of 400 Indiërs. En ik was een van de 10 buitenlanders. Dat leidt tot allerlei interessante culturele ontdekkingen. En een van die ontdekkingen ga ik u vertellen. Ik ging namelijk tijdens de lunch praten met een expert over tantric hindoeïsme. Ever heard of? Tantric Hinduism. Nou, dat heeft bepaalde godsdiensten. En de tantric Hindoes die geloven niet in één god of zo. Nee, toen ik probeerde uit te vinden in hoeveel goden zij geloven, kwamen we op 330 miljoen. Nou, er is meer over te zeggen. Maar toen ging ik een beetje in discussie. Ik ging al die argumenten voor het monotheïsme, die wij als filosofen natuurlijk kennen, eens even uitspelen tegen ze en laten zien dat die ene perfecte god toch veel beter was dan al die andere goden, enzovoort, enzovoort. Nou, deze meneer had goede antwoorden. Die zei, als je naar het christendom kijkt en bijvoorbeeld je afvraagt wat christenen dachten over de creatie van de wereld, laat ik één voorbeeld noemen. Daar is in de middeleeuwen heel veel over nagedacht. En ik citeer maar even Bishop Usher, die kent u vast wel. Die had bedacht op grond van de tijdsbepalingen van het Oude Testament, had hij berekend dat de wereld geschapen moest zijn in 4004 voor Christus. Sorry, 4004 voor Christus. Nou, de Indiërs, die zeiden nee, volgens onze hindoeschattingen is de aarde wel 156 triljoen jaar oud. Dus die hadden hele andere ideeën over getallen. En net zoals bij de goden, zij geloven in veel goden en in een oude aarde. En de christenen die geloofden maar in één god en in een minuscuul datumpje voor de creatie van de aarde. En wat zei deze Indiër? Ja, die christenen hebben gewoon geen verstand van wiskunde. Wij in India hebben een grote wiskundige traditie, dus we begrijpen dat een beetje. Ja, ik zeg dat nu speciaal tegen jou. Hij is wiskundige namelijk.
Maar de christenen die kunnen niet verder tellen dan 1, net zoals de moslims, of 3, het is maar hoe je het ziet, hè, de 3-eenheid en alles. Maar die tellen gewoon niet verder, terwijl wij Indiërs zijn in staat om ontzettend veel goden toe te staan. Nou, dit is mijn openingsspeech. En de uitdaging aan mijn medepartner is, als hij wil het bestaan van die ene God wil bewijzen, moet hij dus ook laten zien, of aantonen of beargumenteren, moet hij ook laten zien dat al die andere goden niet bestaan. Dus hij heeft een hele interessante atheïstische uitdaging. Van al die goden moet hij, Indiaanse goden moet hij laten zien dat ze niet bestaan, dus hij is ook atheïst met betrekking tot al die goden. Hij is alleen een exceptionele atheïst in de zin dat hij 1 uitzondering maakt op zijn atheïsme. Ik ben meer een consequente atheïst. Ik denk dat er geen enkele God bestaat. Nou, er zijn allerlei dingen hierover verder te vertellen. Er is veel diepgaand werk over. Maar dit was mijn punt 2. We komen bij punt 3. De vragen van deze avond die zijn door het Veritas Forum geformuleerd. Dat is dus een christelijke organisatie. En mijn probleem met die organisatie is dat de vragen die ze formuleren vaak zo dubbelzinnig zijn dat ik niet begrijp wat ze precies bedoelen. Dus wij zijn analytische filosofen en die vraag, bijvoorbeeld, bestaat er een algemene morele wet? Ja, die heeft zoveel verschillende betekenissen. Laat ik 3 van die betekenissen even onderscheiden, want we moeten weten waarover we praten vanavond. 1 betekenis is puur empirisch-antropologisch. Als je afvraagt, bestaat er een algemene morele wet? Dan kun je als socioloog, antropoloog enzovoort alle culturen in de wereld gaan onderzoeken en gaan kijken of die tot op zekere hoogte dezelfde morele wetten hanteren. Daar is heel interessant antropologisch onderzoek naar en dat zal ik dadelijk ook even toelichten. Dat is 1 betekenis, dus puur feitelijk worden die algemene wetten overal geaccepteerd. Dan is er een 2e betekenis, een rechtvaardigingsvraag. Is er maar 1 morele wet die wij echt kunnen rechtvaardigen? Dat is ook een optie. Sommige christenen denken dat misschien. En dan een 3e betekenis is, kunnen we alle morele wetten die we hebben, en we hebben een heleboel van die morele wetten, kijk naar de verdragen daarover enzovoort, kunnen we die afleiden uit 1 fundamentele morele wet? Een heleboel filosofen hebben dat ooit geprobeerd, Immanuel Kant en dergelijke. Nou, als je de vraag stelt, bestaat er een algemene morele wet, dan kun je bedoelen, bestaat er 1 zo'n fundamentele morele wet waar je al die andere morele wetten uit kunt afleiden. Nou, ik zou willen vragen aan die Veritas Forum mensen, die zitten hier ook, welke van deze 3 betekenissen bedoelen jullie nou met deze uiterst dubbelzinnige vraagstelling? He, je moet vragen goed formuleren, anders kunnen wij ze niet beantwoorden. Dat was punt 3. Punt 4. De eerste betekenis van deze vraag is, zijn er overal ter wereld algemene morele wetten die alle culturen delen? Nou, daar is empirisch onderzoek naar gedaan. En mijn 3e punt is, er is een Oxford onderzoeksgroep. Ik heb lang in Oxford gedoseerd, een belangrijke universiteit zoals u weet. Er is een Oxford onderzoeksgroep van cognitief-evolutionaire antropologen. Heel interessant. En die hebben net een paper gepubliceerd in 2019 in Current Anthropology. En in dat paper, dat heet Is it good to cooperate? Daar hebben ze verslag van hun onderzoek gepubliceerd over 60 verschillende samenlevingen. Ook tribale samenlevingen die nu leven. Dus er zijn, je kunt wel 600 verschillende of 6000 verschillende samenlevingen onderscheiden. Het is maar waar je de criteria legt. En die hebben ze onderzocht en ze hebben gezien dat al die samenlevingen een aantal morele waarden gemeen hebben. Ook al hebben ze helemaal geen godsdienst. Ook al hebben ze de ene godsdienst of de andere godsdienst. Polytheïstische godsdiensten, monotheïstische. Elke samenleving moet een aantal morele waarden accepteren, anders overleven ze namelijk gewoon niet. Nou, bijvoorbeeld 7 fundamentele morele beginselen, zoals de loyaliteit aan een groep, heel belangrijk. Ook aan de familie, dat is nog een aparte waarde. Wederkerigheid, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet, enzovoort, enzovoort. Dat is ook een moreel beginsel wat je overal vindt. Moed is een beginsel wat in al die culturen voorkomt. Eerlijkheid wordt allemaal goed gewaardeerd. Er zijn ook een groot aantal dingen die slecht worden bevonden, zoals stelen en moorden, enzovoort, enzovoort. Nou, dat zijn morele waarden die dus gemeen zijn aan alle culturen en die, ja, of die culturen nou religies hebben of niet, al die waarden worden geaccepteerd. Dus dat is een feitelijke constatering. Ik noem dat morele universalia. Er zijn morele universalia. Nou, mijn volgende punt, 5. Ja. Wij moeten nu ons afvragen hoe we het bestaan van die morele waarden het beste kunnen verklaren. Moet je dat doen door je op een god te beroepen? Of zijn er betere verklaringen voor? Nou, wij hebben in de loop van de wetenschappelijke ontwikkeling, zoals u weet, hebben wij godsdiensten uit de wetenschap verwijderd. Dat is een gradueel proces geweest.
iemand als, er zijn allerlei vroegere wetenschappers die nog godsdienstige verklaringen hadden, voor Newton, die dacht dat hij de circulatie van planeten rond de zon, dat hij die religieus moest verklaren. Nou, u weet misschien dat Laplace, belangrijke Franse 18e eeuwse wiskundige, die heeft Newton weerlegd. Langzamerhand zijn alle religieuze ideeën uit de wetenschap verwijderd. En de reden daarvoor was natuurlijk dat er geen goede methodes zijn om religieuze stellingen te funderen enzovoort of te toetsen. Dus religie moet je helemaal verwijderen uit methodologisch goed georganiseerd onderzoek. En dat is ook gebeurd langzamerhand. Als wij dus willen verklaren dat die morele regels overal gelden, dan moeten we ons niet op godsdiensten gaan beroepen, maar dan moeten we gewoon een goede biologische of antropologische verklaring naar voren brengen. En er zijn veel van dat soort verklaringen gekomen. En ik ga nu Frans de Waal citeren. Staat hier erop. Kunt u meelezen. Frans de Waal, Nederlandse bioloog, antropoloog enzovoort, bekend, die heeft een boek geschreven dat heet Primates and Philosophers, How Morality Evolved. En daar heeft hij zijn apenonderzoek, hij heeft allerlei aapsoorten bestudeerd. En hij laat zien dat apen vaak dezelfde waarden hanteren in hun gedrag, zoals liefde voor mensen uit dezelfde groep, zorg voor hun kinderen enzovoort enzovoort, als mensen. En hij laat dus zien dat er een langzame ontwikkeling van de moraal is vanuit de aap naar de mens. De mens heeft natuurlijk op een goed mentaal geleerd, dus wij kunnen die waarden formuleren wat de apen nog niet kunnen, maar als je naar hun gedrag kijkt, dan blijkt dat ze voor een deel dezelfde waarden hanteren. En daarom lees ik even Frans de Waal voor, mede universiteitshoogleraar in Utrecht geweest ook. Die schrijft in zijn boekje Primates and Philosophers, How Morality Evolved. Ik citeer: Natural selection may not have specified our moral rules and values, but it has provided us with the psychological makeup, tendencies and abilities to develop a compass for life's choices that takes the interest of the entire community into account, which is the essence of human morality. Dus hij ziet de menselijke moraal, die gaat al terug in zekere zin, in termen van gedrag althans, naar onze aapvoorgangers. Langzamerhand erven wij analoge genetische neigingen om aardig te zijn voor de familie en onze groepsleden een beetje behoorlijk te behandelen enzovoort enzovoort. En op een goed moment heeft de mens natuurlijk taal ontwikkeld en toen is de moraal uitgedrukt in taal. Maar we hebben helemaal geen God nodig om het bestaan van deze moraal te verklaren. Erger nog, het hele idee van die monotheïstische God die mijn tegenspreker gaat aanhangen, dat is pas heel laat in de geschiedenis ontstaan. Vroeger waren alle culturen polytheïstisch, daar kom ik nog op terug. Dus we hebben het bestaan van morele waarden kunnen we uitstekend verklaren zonder op godsdienst een beroep te doen. Dat is mijn vijfde stelling. Dan komen we aan vraag of punt 6. Dat is de tweede vraag. Dus de tweede stelling van de avond was: bewijst het bestaan van een morele wet een bovennatuurlijke wetgever? Mijn stelling is nee, absoluut niet, helemaal niet. Ik heb al verklaard hoe die morele wetten zijn ontstaan, dus die bovennatuurlijke wetgever hebben we daar niet voor nodig. Maar er zijn ook een hele reeks argumenten tegen die bovennatuurlijke wetgever. Laat ik die heel snel even noemen. Heb ik daar nog tijd voor? Lukt het nog wel? Nog 7 minuten, nou dat moet lukken. Ja, ik moet een beetje snel praten. Ik zie iemand luisteren met zijn hand aan zijn oor. Het spijt me dat ik misschien te snel praat, maar goed. Oké, het geluidsniveau. Ik geef even 7 argumenten die laten zien dat het bestaan van een morele wet niet een bovennatuurlijke wetgever nodig heeft. Punt 1, we kunnen de geldigheid van morele regels, die kunnen we zowel verklaren als ook rechtvaardigen zonder een beroep te doen op God. Dat wij bijvoorbeeld hongerige kinderen moeten voeden enzovoort enzovoort, nou dat vindt iedereen, dat is een naïeve neiging die we allemaal hebben. Maar we weten ook dat willen wij dat de mensheid zich nog een beetje voortplant, en de meeste van ons die willen dat, dan moeten we die kinderen natuurlijk voeden enzovoort enzovoort enzovoort. Daar hebben we God helemaal niet voor nodig. Ik zal dadelijk uitleggen waarom God op een goed moment wel in de moraal een belangrijke rol ging spelen, maar daar komen we nog wel op. Dus punt 1, we kunnen onze morele regels uitstekend rechtvaardigen zonder een beroep op God. Ten tweede, als wij kijken naar zogenaamde goddelijke bevelen,
weet niet wie van u het Oude Testament en het Nieuwe Testament goed gelezen heeft. Maar je zou kunnen zeggen, in het Oude Testament en het Nieuwe Testament worden allerlei goddelijke bevelen aan de mensheid geformuleerd. En er zijn een heleboel bij die wij volstrekt misdadig vinden. Die goden van die tijd, die gaven soms de meest misselijkmakende bevelen aan de mensheid. Nou, er zijn talrijke citaten die ik hier kan geven, dus laat ik er maar één doen uit Deuteronomium 20:17, waar gezegd wordt: uit de steden van deze volken die de Heere uw God u ten erfdeel zal geven, zult gij niets wat Adam heeft in leven laten. Dus het idee is, de groep, de tribaal, de Joodse tribe zou ik maar zeggen, die steden ging veroveren, die mocht iedereen vermoorden, want die steden die moesten zij gewoon in beslag nemen. Nou, zo ging het vroeger met de godsdienst. En de christenen hebben dat ook gedaan, zoals u weet, toen wij Midden-Amerika en Zuid-Amerika gingen veroveren. Nou, de Spanjaarden enzovoort, de Nederlanders deden het elders, maar u kent ook wat wij in Indonesië deden. Dan vermoorden we vaak de lokale bevolking, tenzij die zich tot het christendom wilde bekeren. Nou, dit soort strategieën hebben de christenen lang gevolgd, dus het was ook een misdadige club. Nou, dat was mijn tweede punt. En is nog steeds een misdadige club tot op zekere hoogte. Er zijn ook goede kanten aan het christendom, die wil ik helemaal niet verwaarlozen overigens. Die zijn er natuurlijk ook. Nou, maar het gevolg van deze teksten uit de Bijbel is dat er geen betrouwbare methodes bestaan om te achterhalen welke morele bevelen die goden nou eigenlijk doen. Moeten we nou Paulus gaan geloven, moeten we het Oude Testament geloven. En Paulus doet ook een aantal bevelen die helemaal niet zo prettig zijn als u de Bijbel goed kent. Nou, dat hoef ik niet te illustreren, denk ik. Dat is ook een reden. Dan komt de reden 4, het zogenaamde Eutifro-dilemma. Ik heb niet zoveel tijd om dat nog toe te lichten. U kent Plato allemaal, hè? Nou, die toont aan dat een beroep ter rechtvaardiging van onze morele waarde op een godheid is absurd om allerlei redenen. Dat laat Plato zien. Ik kan dat in de discussie nog wel verder uitleggen. Goden bestaan helemaal niet, heb ik uitgelegd in allerlei boeken. Nog de vele goden die de Hindoes aanvaarden, enzovoort, enzovoort. Nog die christelijke god, die bestaan niet, dus dat werkt niet. Ik heb een boekje aangeraden, Graham Oppie, een aardige collega uit Australië van mij, die heeft Arguing About Gods geschreven, waarin hij keurig alle argumenten voor het bestaan van die goden weerlegt. Er zijn talrijke boeken, ik heb er ook één geschreven. Laat ik ook even verwijzen naar mijn boek God in the Age of Science. Dat staat er waarschijnlijk wel bij, of niet? Nee? Nou ja, daar vindt u ook alle strategieën om Gods bestaan te bewijzen, die weerleg ik daar. Dus daar kunnen we diep op ingaan als u wil in de discussie. En dan nog één kleine uitdaging die ik al heb genoemd. Monotheïsten ontkennen het bestaan van alle goden waarin die veel godengodsdiensten geloven. Dus een monotheïst moet het niet bestaan van heel veel goden beargumenteren en het wel bestaan van één god. Dat is een zware bewijslast die mijn collega heeft. Voor mij is het wat makkelijker. Ik laat gewoon zien dat er geen enkele god bestaat. Dus ik ben een universele atheïst in plaats van een lokale atheïst. Nou, probeer dat nou maar eens duidelijk te maken. Uitdaging voor de discussie. Wat mij interesseert zijn de culturele ontwikkelingen van godsdiensten. Dus als we het even niet hebben over het bestaan van goden, maar ons afvragen hoe zijn die godsdiensten nou allemaal gegroeid en ontstaan, dan is er een hele belangrijke stelling die je historisch kunt duidelijk maken. Overal in de wereld gingen polytheïstische godsdiensten vooraf aan monotheïstische. Dus er zijn twee vragen. Hoe kwam het dat die polytheïstische godsdiensten ontstonden? En hoe komt het dat die veranderd zijn? Heel langzaam kun je het Oude Testament zien. Het Oude Testament wordt pas heel gradueel een beetje monotheïstisch. Vaak zeggen ze, nee, mijn volk aanbidt deze god en die andere volken aanbidden allerlei andere goden. En daar wordt het bestaan niet van ontkend. Dus het Oude Testament is vaak wat wij noemen henotheïstisch. Er zijn allerlei termen voor. Maar daar wordt niet gezegd, er bestaat maar één god. Dat is pas in 150 na Christus betoogd voor het eerst. Helder. Wat ik wil zeggen is, we moeten twee vragen beantwoorden. Hoe ontstaan polytheïstische godsdiensten en hoe komt het dat het henotheïsme en het monotheïsme zijn ontstaan? Nou, heel kort antwoord. Hoe ontstonden polytheïstische godsdiensten? Iemand als David Hume heeft daar al interessante dingen over gezegd. Moet ik dat allemaal gaan uitleggen? Ik heb geen tijd daarvoor, hè? Nee, niet als ik weet. Goed, nou, daar kunnen we in de discussie op ingaan. Er zijn hele interessante theorieën over het ontstaan van
veel goden godsdiensten. De belangrijkste redenen zijn dat mensen heel veel irrationele motieven hadden om goden aan te nemen. Ze konden een heleboel dingen niet verklaren en dan werd er een verklaring gezocht die lijkt op een menselijke verklaring, maar net een beetje anders. Ze wilden ook allerlei dingen gedaan krijgen waar de mens niet toe in staat was en dan konden ze bidden tot die goden om dat toch gedaan te krijgen. Nou, er zijn 100.000 redenen, David Hume legt het al heel mooi uit, om goden aan te nemen. En er was, dat is, nou ja, daar zal ik niet verder op ingaan. Een tweede vraag, dat is ook in, dat is punt 8. Wat verklaart nou precies de overgang van polytheïstische godsdienst, die dus heel laat plaatsvond, naar monotheïstische godsdiensten? En daar zijn ook interessante redenen voor gegeven. En ik geef er twee. Eén ontleen ik aan David Hume. Die zei dat als je dacht dat er belangrijke goden waren, dan hielp het om tot die goden te bidden om te zorgen dat je allerlei dingen van ze gedaan kreeg. Die goden waren net zo ijdel als de mens in het algemeen is. Dus als die aanbeden worden en aardig bejegend en er worden offers gebracht enzovoort enzovoort, dan gaan die goden meer voor je doen. En Hume zegt, hoe meer je die goden dan gaat vleien, hoe meer je ze ophemelt, zo gezegd, hoe meer je ze eigenschappen toekent die steeds mooier zijn, des te aardiger zullen die goden ten opzichte van jou zijn. Nou, dat heeft een eindpunt, zegt Hume, namelijk door ze oneindige eigenschappen toe te kennen. Goden die oneindig goed, oneindig wijs en oneindig machtig zijn, dat is een soort eindpunt. En als je die god postuleert, een eindpunt van de vleierij, als je die god postuleert, dan is er eigenlijk geen ruimte meer voor andere goden, want als je almachtig bent, dan heb je geen ruimte meer voor die andere goden. Dus dan krijg je monotheïsme. Dat is Humes theorie. Ik voeg daar een ander element aan toe altijd, dat is dat een van de redenen dat mensen hun eigen goden machtiger wilden maken dan andere goden, was in oorlogssituaties. Dan dacht je dat als jouw god machtiger is dan de goden van de anderen, dat je de strijd zou winnen. Nou, daar zijn talrijke historische voorbeelden voor in het Oude Testament, maar ook in de latere geschiedenis. En een van mijn bekendste voorbeelden is de bekering van keizer Constantijn tot het christendom. Hij was eerst helemaal geen christen en op een goed moment is hij christen geworden en de gedachte was dat de christelijke god machtiger was dan de god Ares waar hij eerst in geloofde. Want dat was een almachtige god enzovoort. Nou, hier is veel over te zeggen, maar je kunt dus de ontwikkeling van het polytheïsme naar het monotheïsme met een heleboel interessante empirische hypotheses gaan verklaren. Daar kunnen we ons in storten. Nou, wat verklaart nou het ontstaan van moraliserende godsdiensten? Want die zijn natuurlijk heel belangrijk voor vanavond. God die een moraal aan de mens opdringt. Het interessante is dat je, als je primitievere godsdiensten bekijkt, die zijn niet moraliserend in de zin dat God normen oplegt aan de mensheid. De meeste van die godsdiensten, neem bijvoorbeeld wat je bij Homerus of zo vindt, die goden willen wel aanbeden worden en je moet aardig voor de goden zijn als je wil dat het gaat omweren bijvoorbeeld, of juist niet gaat omweren, dan moet je Athene gaan aanbidden en lief voor er zijn. Maar Athene is niet bezorgd over de onderlinge relaties tussen mensen. Dat kan er eigenlijk weinig schelen. Goden die wel zich zorgen maken over de onderlinge menselijke relaties, zoals de god van de islam en van het christendom, die komen pas later op in de wereldgeschiedenis. En de vraag is hoe dat nou komt. En de beste verklaring, ik zal het heel kort zeggen, is ook empirisch. Namelijk toen tribale samenlevingen, wat kleine groepjes mensen waren, toen die overgingen naar landbouwsamenlevingen, waardoor de samenlevingen veel groter werden. Dat gebeurde ongeveer 10.000 jaar geleden. Toen was er behoefte aan goden die als het ware mensen zouden straffen en belonen als ze slecht waren. Want de rechtsorde was in die hele grote groepen mensen niet meer goed te handhaven. En dan kreeg het een voordeel als je geloofde, of iedereen overtuigde van het geloof, in een god die slechte mensen zou straffen en eventueel goede mensen zou belonen. En dat verklaart voor een deel ook die opkomst van bijvoorbeeld het christendom en de islam in globalere, grotere samenlevingen. Nou, daar is veel meer over te zeggen. En ik heb een slotconclusie. Dat is punt 10. Goden bestaan niet, maar we kunnen het ontstaan en de evolutie van godsdiensten in kluis dat geloof in monotheïstische bovennatuurlijke wetgevers, dat kunnen we wetenschappelijk verklaren. En ik zou daaraan willen toevoegen dat godsdienst pas interessant wordt als je dat als wetenschapper gaat bestuderen. En daar niet in gelooft, dan ben je een sukkel. De sukkel heeft nu het woord. Nou, de toon is gezet, zal ik maar zeggen. Dankjewel, Herman. Alsjeblieft. Ik sta aan, hè? Ja, ik sta aan. Nee, je mag jezelf nog niet uitzetten, want ik wil je nog even iets vragen. En ik wil ook aan jullie vragen of er nog vragen zijn
voor Herman. Je punt is duidelijk. Goden bestaan niet. En als goden niet bestaan, dan kunnen ze dus ook geen morele wetten uitvaardigen. Je haalde ook Frans de Waal aan, wat ik op zich heel interessant vond. Hij is hier ook ooit eens een keer bij Studium Generale geweest. Een uitstekende spreker. Uitstekende spreker, inderdaad. Bepaald geen sukkel, om het maar even zo te zeggen. Wat ik over Frans de Waal, naar aanleiding van iets wat jij zei. Jij hebt in Trouw in 2012 heb jij een interview gegeven. En daarin zeg jij, en dat citaat heb ik even opgeschreven. De mens is een gek dier dat onredelijk geloof nodig heeft om gelukkiger te worden. Ik snap je punt. Onredelijk geloof, dat vind je niet redelijk. En je bent inderdaad heel erg van de ratio, van het verstand. Van kun je dit beargumenteren? Maar ik bleef even haken bij dat de mens heeft het geloof nodig om gelukkiger te worden. Is dat niet een hele goede reden? Laten we twee dingen onderscheiden. Dus als je iets gelooft, dan zijn er twee belangrijke vragen. A, is het waar of niet? Mm-hmm. Dat is wat wij als wetenschapper proberen te ontdekken. Een hele andere vraag is, stel dat iemand zo'n geloof huldigt, heeft dat effect op bijvoorbeeld zijn sociale verhoudingen, op zijn emoties, wordt hij er eventueel gelukkiger of ongelukkiger van? En dat is natuurlijk een psychologische vraag. Er is heel veel psychologisch onderzoek wat laat zien dat bepaalde misleidingen die mensen aan zichzelf aanpraten, dus bepaalde onware opinies, dat die geluk kunnen vergroten. Laat ik één voorbeeld noemen. Als je je eigen intelligentie wat hoger inschat dan die in werkelijkheid is, en daar is heel veel onderzoek naar, dus psychologen gaan precies testen hoe intelligent je bent en dan kijken wat je er zelf. De meeste mensen worden gelukkiger als ze hun eigen intelligentie wat hoger inschatten en dus ook denken dat ze intelligenter zijn dan die ander naast hen staat. Dat denk ik ook bij jou natuurlijk. Maar hij denkt hetzelfde bij mij. Daar word je gelukkiger van. Dus het kan zijn dat bepaalde illusies van de mens geluksverhogend werken. Maar dat is betekent dat erg, Herman? Dat is de vraag. Dus nee, je zou kunnen zeggen, illusies mogen, waarom niet? Iedereen heeft vrijheid van denken en dus als die illusie jou gelukkiger maakt, dan mag het. Dat is bij godsdienst ook. Ik ben heel erg voor een vrijheid van godsdienstsamenleving. Dus iedereen mag echt geloven wat hij wil, tenzij het geloof de vorm heeft van we moeten nu alle niet-gelovigen vermoorden enzovoort. U weet dat bij de islam er bepaalde afdelingen zijn die vinden dat ongelovigen vermoord moeten worden. Dat is tegen de rechtsstaat. Maar verder zegt de rechtsstaat, er is vrijheid van godsdienst. Daar sta ik natuurlijk grondig achter. En er is ook vrijheid van zelfbedrog, tenzij het crimineel wordt. Die vrijheden die accepteren we allemaal. Maar het gaat mij als filosoof over de waarheidsvraag. En niet over de vraag, moeten wij mensen tolereren die knettergekke dingen vinden. Ja, oké. Ja? Nee, duidelijk. Ja? Helemaal duidelijk. Zijn er nog vragen van jullie die jullie nu willen stellen? Dan kan dat. Steek dan je hand even omhoog. Peter. Ik heb hier de microfoon. Ga uw gang. Eerst, voordat we helemaal in deze discussies verzanden. Het begrip God is gewoon een woord wat in het woordenboek staat. Dus eigenlijk is het woordenboek het boek van God. En daarin staat het woord God. Hè. En daar staat, God is alomtegenwoordig machtig en aanbiddelijk wezen. Wat we zouden kunnen samenvatten met het idee, God is het volkomen geheel. Als dat zo is, en dat wordt ook bevestigd in andere geschriften, daar zal ik er verder niet over uitweiden. Maar als God het volkomen geheel is, hoe kan je dan niet in een God geloven? Wacht even. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende definities van goden. En je hebt groot gelijk dat wij geen idee hebben wat we met de woordjes God bedoelen, totdat er een heldere definitie gegeven is. Als u met het volkomen geheel bedoelt de kosmos en alles wat daarin bestaat. Dus de vraag is wat u bedoelt met dat algeheel. Dus als u zegt het algeheel is de kosmos en alles wat daarin bestaat, dan hebt u God zo gedefinieerd dat ik zeg, ja, God bestaat, want de kosmos bestaat. Als u echter zegt, nee, maar God is veel meer dan de kosmos die wij door de sterrenkunde enzovoort enzovoort en de biologie kunnen observeren. Er bestaat ook nog, behalve die materiële kosmos, bestaat er een almachtige geest en die noem ik God. Dan zeg ik, nee, ten opzichte van die God ben ik atheïstisch, die bestaat niet. Dus de vraag
wat voor opinie je hebt over God of goden, die kun je pas beantwoorden als je eerst heel precies definieert welke goden en hoe je ze precies wil definiëren. En dat is een probleem met de meeste religieuze mensen, want die hebben helemaal geen heldere definities vaak. Dus ik zou zeggen, voordat we weten waarover we praten, moeten we eerst heel precies definiëren wat we met God bedoelen. Als we zeggen, God is hetzelfde als de kosmos, dan zeg ik, ja, natuurlijk bestaat hij. Als ik zeg, God is hetzelfde als dit glas water, natuurlijk bestaat hij. Geen probleem. Dus hè, de definitievraag is fundamenteel. Dan gaan we nu eerst even het woord geven aan de andere spreker. Ik kondig dokter Immanuel Rutten aan. Immanuel Rutten heeft wiskunde gestudeerd op de TU Delft. En filosofie aan de VU. En in beide studies is hij cum laude afgestudeerd. Dus noem dat maar een sukkel. Toen hij die twee studies gedaan had, is hij ook nog gaan promoveren in de systematische wijsbegeerte. Onder andere op het kosmologisch argument voor het bestaan van God. En meneer Philipsen zat in de promotiecommissie. Dat hebben jullie al gehoord. Dus dat zal vast wel enige discussie hebben gegeven tussen jullie in die tijd, vermoed ik. Toen Rutte wiskunde studeerde, dat is wel leuk om nog even te vertellen, vond hij religie eerst totale onzin. Dat was echt, nou ja, echt onzin. Maar gaandeweg, en dat is vooral tijdens jouw promotie, begreep ik, ontstaan, toen hij zich verdiept in het werk van Augustinus, een van de kerkvaders, is hij steeds geloviger geworden. En uiteindelijk heeft hij de wereld van de religie, filosofie en logica met elkaar weten te verbinden. En kwam hij met een vrij bijzonder modaal epistemisch godsargument. Daar gaan we denk ik niet in detail over hebben vanavond, maar het is toch leuk om even te vermelden. En heel recent heeft hij nog een boek gepubliceerd, Contra Kant, waarin hij eigenlijk zegt dat Kant, een van de grootste verlichtingsdenkers, beperkt dacht, om het maar even heel kort samen te vatten. Dus daar gaat hij ook nog voorbij Kant. Goed, Immanuel, de vloer is voor jou. Zet hem op, want jij bent flink uitgedaagd door Herman. Een applaus voor Immanuel. Goed, laat ik beginnen om het Veritas Forum hartelijk te danken voor de uitnodiging om vandaag hier te mogen debatteren met Herman Philipsen. Dat hebben we vaker gedaan en met veel plezier altijd. Voor de 7e of 8e keer inmiddels, denk ik. Dus mooi om hier vanavond te zijn en over dit thema te spreken. Misschien aardig op te merken dat ik mijn academische leven begonnen ben op deze universiteit. Ik heb mijn propedeuse wiskunde gehaald hier in Enschede. Ik ben daarna naar Delft gegaan inderdaad, heb daar mijn wiskundestudie afgerond. Maar ik heb inderdaad hier in Enschede mijn begin gehad. Dus ik vind het mooi om vandaag weer na bijna 30 jaar terug te zijn in deze stad. Goed, Herman heeft met wat hagel geschoten, dat mag, dat is goed. Laat ik proberen om het gewoon bij het thema te houden. En het thema van vanavond... Nee, maar het is prima. Het thema van vanavond is gewoon de vraag, is God noodzakelijk voor de moraal? Is God noodzakelijk voor de moraal? Dat is op zich al een groot thema, dus laten we het daar dan even bij houden. Wat ga ik niet beargumenteren? Ik ga een paar dingen niet beargumenteren. Ik ga niet beargumenteren dat God nodig is om een goed moreel leven te leiden. Dat is natuurlijk onzin. Of je nou atheïst bent of theïst, je kunt een prima goed moreel leven leiden zonder je te beroepen op God. Ik ga ook niet beweren dat voor een begrip van het woord goed of kwaad, voor de betekenis van die woorden, een beroep op God nodig is. Ik ga geen morele semantiek bedrijven, zeggen filosofen dan. Wat ik ook niet ga doen, is betogen dat om te begrijpen hoe onze morele faculteiten, onze morele ervaringen, onze morele intuïtie, onze morele opvattingen, hoe die eventueel evolutionair ontstaan zijn, ik ga niet beargumenteren dat je daar God voor nodig hebt. Natuurlijk niet. Je kunt inderdaad kijken, puur wetenschappelijk, hoe evolutionair gezien bepaalde faculteiten in de mens ontstaan zijn. Hoe evolutionair gezien onze zintuigen ontstaan zijn. Hoe evolutionair gezien onze ratio ontstaan is, onze wiskundige inzichten ontstaan zijn. Hoe evolutionair gezien onze morele intuïties ontstaan zijn. Daar hoef je op zich helemaal geen beroep op God voor te doen. Dus ook dat heeft Herman denk ik eigenlijk al min of meer aangegeven. En ik ga ook niet beargumenteren dat je God nodig hebt om morele kennis te verkrijgen. Ook dat ga ik niet beargumenteren. Je hebt God niet nodig om morele kennis te verkrijgen. Je kunt gebruik maken van je morele ervaring, van je morele intuïties, van je geweten,
om inderdaad bepaalde morele waarheden op het spoor te komen. Dat staat overigens ook in de Bijbel zelf. God heeft de morele intuïtie, het geweten, gelegd op ons hart. Zodat iedereen die naar zijn hart luistert, de morele kennis kan vergaren. Je hoeft geen expliciet beroep op God te doen. Nou, wat ga ik dan wel betogen, vraagt u zich af. Wat blijft er dan over? Nu, wat ik wel ga betogen is tweeërlei. Ik ga twee stellingen betogen. Stelling 1 is dat het redelijk is om te denken, dat wij rationeel gerechtvaardigd zijn om te denken, dat er althans bepaalde, objectieve morele waarden bestaan. En ik leg het woordje objectief uit. We bedienen Herman in deze. Objectieve morele waarden. Stelling 1. Dat noemen filosofen moreel realisme. Maar vergeet u dat woord. Stelling 2 zal zijn dat het bestaan van althans bepaalde objectieve morele waarden onverenigbaar is. Echt onverenigbaar is met een atheïstisch, naturalistisch, materialistisch, fysicalistisch wereldbeeld. En dat dus redelijkerwijs dan volgt dat het bestaan van althans bepaalde objectieve morele waarden noodzakelijk verwijst naar een niet-atheïstisch, niet-naturalistisch, niet-materialistisch wereldbeeld. En dan komen we uit bij een transcendente grond, een transcendente oorsprong van die objectiviteit van die althans bepaalde morele waarden. Dat is even in het kort wat ik ga doen. Goed, laten we het gaan doen. Stelling 1. Wat bedoel ik als ik zeg dat er althans bepaalde objectieve morele waarden zijn? Nu, met het bestaan van objectieve morele waarden bedoelen wij dat er bepaalde morele waarden zijn die geldig zijn, die werkelijk zijn, onafhankelijk van onze menselijke opvattingen, van onze menselijke conventies, van onze menselijke afspraken, van onze menselijke voorkeuren. Net zoals het objectief waar is dat bijvoorbeeld het heelal 13,8 miljard jaar oud is. Of dat het objectief waar is dat een watermolecuul bestaat uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom. Bepaalde morele uitspraken zijn in die zin objectief waar. Zoals Michael Ruse het zo mooi zegt, de man die beweert dat het toegestaan is om kleine onschuldige kinderen voor je plezier te martelen, is net zo, spreekt net zo'n onwaarheid als de man die zegt dat 2 plus 2 5 is. Bepaalde zaken zijn objectief moreel verwerpelijk. Wat wie daar ook verder ook van mag vinden. Dat is de stelling. Morele waarden, althans bepaalde waarden, zijn geen kwestie van louter preferenties. Loutere voorkeuren, zoals de voorkeur voor aardbeienijs in plaats van chocoladeijs. Of bepaalde morele waarden zijn niet louter morele afspraken of conventies, zoals de sociale conventie om in Europa links te rijden en in Engeland rechts te rijden. Nee, misschien geldt dat voor heel veel morele waarden, natuurlijk, maar niet voor alle morele waarden. Het is onredelijk om te denken dat alle morele waarden alleen maar louter conventies zouden zijn of louter preferenties zouden zijn. En ik noem een pregnant voorbeeld om het punt sterk te maken. Denk aan lustmoord. Denk aan wat er in de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz gebeurd is. Denk aan verkrachting. Denk aan racisme. Er zijn dingen die eenvoudigweg verkeerd zijn in objectieve zin. Ja, en hoe kunnen we dat zeggen? Op grond waarvan beweer ik dat dan? Nu, dat beweer ik eenvoudigweg op grond van een beroep op onze morele ervaring. Wij mensen hebben morele ervaringen. En net zoals wij zintuigelijke ervaringen hebben, waarmee wij bijvoorbeeld waarnemen dat we in Enschede zijn, dat hier een zaal is, dat hier mensen zijn. Net zoals wij uiterlijke zintuigelijke ervaringen hebben, zo hebben we ook innerlijke morele ervaringen. En het is rationeel, het is redelijk om uit te mogen gaan van diepe, sterke menselijke ervaringen. Ervaringen die alle mensen hebben, in alle culturen, door de eeuwen heen. Het is redelijk om van die ervaringen uit te mogen gaan, zolang die ervaringen niet keihard weerlegd zijn. Dat is hier de gedachte. Als ik naar mijn handen kijk, is het heel redelijk om te denken dat ik 2 handen heb. Op grond van een sterke, zintuigelijke ervaring. En als ik dat geloof wil weerleggen, dan zal iemand met een hele sterke tegenwerping moeten komen. Een echte sterke defeater noemen filosofen dat. Het is dan niet genoeg om allerlei mogelijkheden te suggereren. Ja, misschien leef je wel in de Matrix. Ja, misschien hallucineer je wel.
ja, misschien word je wel hier voor de gek gehouden. Nee, wil je werkelijk aantonen dat dit geloof dat ik twee handen heb onredelijk is, dan moet je met veel meer komen dan met mogelijkheden. Je moet met een harde defeater komen. Nou, mag duidelijk zijn, die is er natuurlijk helemaal niet. Want je kunt niet buiten je zintuigelijke ervaringen stappen. Nu, als wij tegelijkertijd de zeer sterke innerlijke morele ervaring hebben dat het louter voor je plezier vermoorden van een ander verwerpelijk is, dan moeten we die ervaring alleen maar willen afleggen als we werkelijk hele, hele goede argumenten krijgen om die ervaring, die diepe ervaring, om die te loochenen. En die defeaters, die argumenten, zijn er eenvoudigweg niet. Dat is hier het probleem. Kijk, iemand kan zeggen, ja, maar is de evolutie geen defeater? De evolutie laat toch misschien wel zien dat die ervaringen een illusie zijn? Nee, onzin. Helemaal niet. In de eerste plaats heeft de evolutionair bioloog Jeff Scholl, misschien kent Herman die, Jeff Scholl heeft laten zien in een prachtige studie uit 2014, dat we eenvoudigweg nog helemaal geen adequate evolutionaire, nog helemaal geen echte adequate evolutionaire verklaring hebben voor het ontstaan van ons hele rijke morele leven. Er zijn veel pogingen, er zijn allerlei just-so-stories, die zijn er in ruime mate, waarin met wilde pennenstreken bepaalde verhalen worden neergeschreven. Maar een echte, adequate, wetenschappelijk verantwoorde, evolutionaire fundering van ons rijke morele leven is eenvoudigweg nog helemaal niet voorhanden. Dus die defeater, die is er in feite helemaal niet. Het is gewoon bluff. Het is debunking bluff, noem ik het meestal. Debunking bluff. In de tweede plaats, het doet er niet eens toe. Want zelfs als die defeater er zou zijn, die er dus niet is, dan nog is die defeater in de eerste plaats, wat wij dan noemen, question begging. Die defeater is question begging. Waarom? Omdat we, als we de evolutie willen inzetten om onze morele ervaring te loochenen, we in feite al moeten uitgaan van een naturalistisch wereldbeeld. Want alleen in een strikt naturalistisch wereldbeeld is die evolutie natuurlijk per definitie ongeleid, unguided. En dan kun je natuurlijk die evolutie gaan gebruiken als een defeater. Maar dan veronderstel je al atheïsme. Dan veronderstel je al naturalisme. Het is gewoon zelf. Het is gewoon inderdaad question begging. Maar zelfs niet alleen dat. Een argument vanuit evolutie is niet alleen question begging. Het is ook nog eens een keer zelfweerleggend. Het is volstrekt zelfweerleggend. Want als we dit argument gaan spelen, wat krijgen we dan? Ja, dan moet je eigenlijk wel heel veel van jouw ervaringen gaan afleggen. Jouw zintuigelijke ervaringen zijn ook al evolutionair ontstaan. Dus waarom zou ik mijn zintuigelijke ervaringen dan vertrouwen? Die zijn dan toch ook alleen maar op survival gericht? En by the way, mijn wiskundige overtuigingen, mijn rationele wiskundige overtuigingen, ook al evolutionair ontstaan. Moet ik mijn wiskunde dan gaan afleggen? Nou, als er iets rationeel is, is het wel om de wiskunde te willen redden. Als we de wiskunde moeten afleggen, ja, dan verliezen we ongeveer al onze rationele projecten. Dus het argument maakt te veel kapot. Het valt niet alleen maar de morele ervaring aan, het valt in feite een heel breed scala van menselijke overtuigingen aan. Dus self-defeating, zelfweerleggend. Dus in algemene zin is de inzet gewoon, vertrouw je innerlijke morele ervaringen, totdat er echt een keer een sterker defeater is. En zolang die er niet is, kunnen wij gewoon uitgaan van onze morele ervaring. Nu, en in de morele ervaring is het ontegenzeggelijk zo dat wij natuurlijk in onze morele ervaring geconfronteerd worden met morele waarden die objectieve geldigheid hebben. Er is natuurlijk een moreel significant verschil tussen het liefdevol helpen van een kind en het besnijden van een kind met een mes. Natuurlijk is dat volstrekt verschillend, moreel gezien. Die morele dimensie, die ervaren wij, die doorvoelen wij, en die heeft voor ons werkelijkheidsgehalte. En daar mogen we gewoon vooralsnog aan vasthouden. Dat is eigenlijk in het kort het argument voor wat ik dan noem het bestaan van althans bepaalde, let op, althans bepaalde objectieve morele waarden. Wie gelooft dat verkrachting verkeerd is, en ik geloof dat bijvoorbeeld, die gelooft dat het waar is dat verkrachting verkeerd is. Wie gelooft dat racisme verkeerd is, ja, die gelooft dat het waar is dat racisme verkeerd is. Kortom, die gelooft terecht in bepaalde objectieve
morele waarde. Nou, mocht Herman een interessante defeater hebben, dan hoor ik die uiteraard graag. Goed, dat is moreel realisme. Prima. Hebben we dat gehad. Er zijn bepaalde objectieve morele waarden. En daarmee zijn er ook bepaalde objectieve morele verplichtingen. Dat laat ik even rusten. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat wij natuurlijk te maken hebben met de vraag, stel dat dat atheïsme waar is. Eventjes meedenken met Herman. Laten we die gang even gaan. We nemen even aan dat atheïsme waar is. Ik pak hem even als volgt. We hebben een naturalistisch wereldbeeld. Fysicalistisch, materialistisch. Er is louter materie in beweging. Uiteindelijk is de hele kosmos, het hele heelal, is uiteindelijk niets meer of minder dan materie in beweging. Er is ruimte, er is tijd, er is stof, er zijn configuratie van materiedeeltjes en dat is wat er is. Punt uit. Nu, in zo'n materialistisch wereldbeeld is er niets dat het waar maakt dat slavernij verkeerd is. In zo'n wereldbeeld is er niets dat het waar maakt dat verkrachting verkeerd is. In zo'n wereldbeeld is er louter materie in beweging. Alles is gewoon. Alles werkt gewoon. Kijk naar het dierenrijk. In het dierenrijk vindt er voortdurend aanranding plaats. In het dierenrijk vindt er voortdurend moord plaats. En in zo'n materialistisch wereldbeeld zijn wij gewoon just animals. We are just species amongst species. Hè? We zijn gewoon dieren. Nou, kijk naar het dierenrijk. Ja, het ene dier doodt het andere dier, maar het vermoordt het niet. Het ene dier neemt of pakt misschien bezittingen van het andere dier, maar het steelt niet. Hè? Dit soort morele termen zijn niet van toepassing op het dierenrijk. En terecht. Wij spreken helemaal niet in morele termen over het dierenrijk. En als we in een naturalistisch, atheïstisch wereldbeeld zouden leven, dan zijn wij gewoon een species among species. Dan zijn wij gewoon just an animal. Totaal niks bijzonders. We zijn machines om DNA te propageren. We zijn gewoon machines om DNA voor te brengen. That's what we are. Nothing more, nothing less. Dan is er dus helemaal geen morele structuur. Dan is er helemaal niks in die wereld moreel waar. Er is, om met David Hume te spreken, wel een is, hoe dingen zijn, maar er is geen ought, er is geen behoren. Er is geen moreel universum. He? Anders gezegd, er is geen waarheidsmaker. Er is geen waarheidsmaker voor bepaalde morele waarheden. Want materie, tijd, ruimte kan heel veel waarmaken, maar kan het niet waarmaken dat bijvoorbeeld lustmoord verwerpelijk is. In een naturalistisch wereldbeeld heb je alleen maar moleculen die hele complexe configuraties aangaan, waarin wij ook hele complexe configuraties zijn, maar er is niks wat als waarheidsmaker kan optreden van morele waarheden. En dat is dus een groot probleem. We krijgen dus een contradictie. Als wij op grond van goede kennistheoretische argumentaties ervan mogen uitgaan dat er bepaalde objectieve morele waarden zijn, dan past dat niet op geen enkele wijze in een naturalistisch wereldbeeld. Dus de gedachte is hier, what's so special about human in zo'n wereldbeeld? Niets, niets. Er is helemaal geen verschil, een werkelijk fundamenteel moreel verschil tussen mensen en kikkers in zo'n wereldbeeld. Dus er is geen ruimte voor het werkelijk erkennen van objectieve morele waarheden. Nou, wat betekent dat dus? Ja, puur logisch gezien betekent dat dus dat je een conclusie krijgt dat die objectieve morele waarden dus een grond moeten hebben, een fundering moeten hebben, een waarheidsmaker moeten hebben, die dus niet immanent is, niet intrakosmisch is, niet binnen de kosmos ligt, maar die waarheidsmaker moet dan dus buiten de kosmos gelegen zijn. Die moet, zeggen we dan, transcendent zijn. We krijgen dus een transcendent domein waar eigenlijk uiteindelijk die grond voor die objectieve waarde gelegen is. Ja, dan kun je twee kanten op gaan. Je kunt gaan voor platonisme. Nou, zeer grote problemen. Dus ik ben het met Herman eens dat op een ander niveau dat Plato verstandige dingen heeft gezegd. Maar hier moet je toch zeggen nee, het Platoonse project faalt om daarmee objectieve morele waarden te funderen. Ik kan in de discussie dat uitleggen. Je kunt echt niet beweren dat objectieve morele waarden moeten worden begrepen als Platoonse objecten. Dat gaat helemaal fout. Dus wat hou je dan over? Als we niet het Platoonse ideeënrijk kunnen inzetten
om die objectiviteit te funderen, dan hou je redelijkerwijs nog één optie over. En dat is inderdaad de optie die in de traditie van het christendom, maar ook in de traditie van andere grote monotheïstische religies, altijd verdedigd is. Namelijk dat uiteindelijk God als geest en als persoon de uiteindelijke grond en de uiteindelijke standaard is voor het bestaan van morele waarden. En dat klopt eigenlijk heel mooi, want morele waarden passen naar hun eigen aard. Morele waarden passen naar hun eigen aard bij zoiets als een persoon. Het zijn personen die uiteindelijk morele waarden hebben. Dus in een theïstisch wereldbeeld kun je die transcendentie heel goed verbinden met God en kun je God begrijpen als de locus, Latijn inderdaad, als de locus, als de plaats van morele waarden. Nou, Herman zal zeggen, ja, maar waarom geen polytheïsme? Nou, twee opmerkingen, om dat gelijk maar even mee te nemen. Eén kent Herman al, en die spelen we al een tijdje, dat is Occam's Razor. Ja, dus je kunt, dat is natuurlijk een bekende zet, maar ik wil een andere inbrengen. Mijn eigen, Occam's Razor zegt eigenlijk, je moet het aantal oorzaken niet onnodig vermenigvuldigen. Dus als je met een verklaring komt, moet je het aantal oorzaken, het aantal redenen, het aantal verklaringen zo klein mogelijk houden. Dat is prudentie, hè? Een soort zuinigheidsbeginsel. Simplicity, een pragmatisch beginsel om je theorieën zo eenvoudig mogelijk te houden. Dus om die reden al zou ik zeggen, nou dan is één God voldoende vanuit Occam's Razor. Maar het aardige is natuurlijk dat mijn eigen modaal epistemisch godsargument impliceert dat polytheïsme onwaar is. Ik ga niet mijn argument behandelen, dat zou ik in de discussie kunnen doen, maar mijn argument laat zien dat theïsme volgt, zelfs noodzakelijk volgt, maar dat polytheïsme onwaar is. Om de technische reden, en dat zal ik één zin over zeggen, om de technische reden dat het weliswaar onmogelijk is om te weten dat God niet bestaat, dat is onmogelijk om te weten, maar het is niet onmogelijk om te weten dat polytheïsme onwaar is. Dat is niet onmogelijk om te weten. En waarom is het niet onmogelijk om te weten dat polytheïsme onwaar is? Om de doodeenvoudige reden dat als we een mogelijke wereld nemen waarin God bestaat, dan is er tenminste iemand die kan weten dat polytheïsme onwaar is, namelijk God zelf. Terwijl in een polytheïstisch wereld nooit één van deze goden zeker kan weten dat inderdaad God niet bestaat. Dus met andere woorden, daar zit een asymmetrie. Ik ga geen bodycount doen. Herman ging even bodycount doen. Hij noemde het aantal doden, wat werd veroorzaakt door religie en zo. U kent misschien de statistieken dat ongeveer 2% van alle oorlogen in de wereld religieus is. Gelooft u niet mij, zoek het op. In de hele wereldgeschiedenis is ongeveer 2-4%, meen ik, van alle oorlogen religieus geïnspireerd. Dus als we bodycount gaan doen, dan wordt het voor mij een hele makkelijke en een hele eenvoudige avond. Maar belangrijker is nog dat we alleen maar naar de 20e eeuw hoeven te kijken om te zien dat de grote aanslagen op de menselijke waardigheid echt niet komen van religieuze leiders, maar toch vooral ook vanuit atheïstische hoek. Dus ik zal Herman willen uitnodigen. Waag je niet aan bodycounts, want als je als atheïst het spel van bodycounts gaat spelen, dan verlies je eigenlijk altijd. Hier wou ik het even bij laten. Dankjewel. Dankjewel, Emmanuel. Dankjewel. Herman, kom jij er meteen bij staan? Want ik wil eerst even weten waarom jij zo vreselijk hard moest lachen om dit laatste punt wat Emmanuel maakte. Wacht even. Je moet even je microfoon aanzetten en ik kan even kijken of ik jou nog iets kan bijschuiven. Ben ik hoorbaar? Doet hij het? En moet dat... Wacht even. Staat hij aan? Ja. Volgens mij ben jij nu in de lucht. Ben ik in de lucht? Ja. Heel goed. Herhaal je vraag nog even. Sorry. Waarom moest jij zo... Jij moest onbedaarlijk lachen. Over de slimme tactieken van argumentatie van Emmanuel enorm lachen. Dus wij hebben altijd lol samen. Dat is duidelijk. Dat is zeker waar. Maar ik zal misschien... Zal ik niet eerst even op het hoofdbetoog ingaan? Ja, dat is goed. Ja. Dus als ik zou moeten reageren op het betoog van Emmanuel, hij heeft dat trouwens prachtig uit zijn hoofd gedaan. Ik heb een papiertje erbij, dus wat dat betreft is hij duidelijk superieur aan mij. Maar als ik even logisch analyseer wat hij heeft gedaan, dan zou ik zeggen, mijn diagnose van zijn betoog is een false dilemma. Hij zegt dat je ofwel in God moet geloven,
Of je bent een reductionistische materialist die alleen maar zegt dat er atomen bestaan en verder niks. Nou, mijn positie is een hele andere. Ik ben helemaal geen materialist. Ik denk dat er heel veel verschillende niveaus van verklaring zijn. Ik ben een jurist bovendien. Dus ik denk dat er ook rechtsfiguren bestaan enzovoort enzovoort. En al die verschillende niveaus van verklaring en verschillende niveaus van entiteiten, die kun je uitstekend in je werkelijkheidsbeeld verwerken zonder een godheid te veronderstellen. Dus als de mens bijvoorbeeld taal uitvindt, dan kan hij grammatica-regels maken. Zijn grammatica-regels, dan kun je dus zeggen, iemand kan correct iets uitspreken of niet correct iets uitspreken. Zo'n criterium voor correctheid, voor taal, dat vind je niet in de fysica. Dus we zijn nu al, zodra we taal hebben uitgevonden, zijn we boven de fysica uitgestegen en hebben we criteria voor correctheid bedacht, die bijvoorbeeld taalkundig zijn. Ja. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus de menselijke maatschappij heeft een heleboel lagen die worden ontkend door de heer Rutte. Want die zegt, er is maar één laag, dat is de fysica, en alles daarnaast, dat moeten we aan God toedelen. Ja. Ik zeg, nee, de menselijke samenleving enzovoort heeft heel veel verschillende lagen. Die zijn allemaal goed te begrijpen zonder God. Dus die hele God van hem hebben we niet nodig. Ja. En zijn argumentatie is een totale failure. Maar ja. jij vindt eigenlijk, hij maakt een heel karikaturaal beeld van het materialistisch. Van de atheïst. Van de atheïst. Ik ben geen materialist. Nee, een atheïst zegt alleen maar, die bovennatuurlijke machten hebben we niet nodig, maar verder moeten we het bestaan van rechtspersonen, het bestaan van schaakspelen, het bestaan van taal enzovoort, met regels, met normen die goed of slecht zijn, die morele regels die jij noemt. Mm-hmm. Wij hebben morele regels en die onderscheiden we van andere regels, bijvoorbeeld regels van verkeersconventies, rechtsrijden en linksrijden. Dat was zijn voorbeeld. Wij vinden allemaal dat morele regels, en zeker die 7 regels die ik noemde, die we in alle culturen vinden, dat die veel zwaarder wegen en in die zin objectiever zijn, serieuzer zijn, dan bijvoorbeeld de verkeersregeltjes. Ja, daar moet je ook aan houden, maar die zijn per land verschillend. Mm-hmm. De morele regels zijn voor de hele mensheid, die 7 regels die ik noemde, zijn voor de hele mensheid hetzelfde. Dat betekent niet dat wij een God moeten veronderstellen. Ja. Dat betekent gewoon dat mensen evolutionair niet konden overleven als ze die regels niet hanteerden. En de samenleving die regels niet hadden, die zijn gewoon teloor gegaan. En die regels zijn hartstikke belangrijk. Dus dat kun je menselijk evolutionair verklaren, maar dat is niet reductionistisch in de zin van mijn interessante discussiepartner. Ja, ja, dus hij maakt gewoon een elementaire logische fout. Hij denkt dat er maar 2 mogelijkheden zijn, maar er zijn meer mogelijkheden. Nou, een wiskundige kan toch niet zo'n fout maken, zou ik zeggen. We gaan een vraag tegen Emmanuel. Emmanuel, jij staat al te schudden. Ga hier eens op in. Wat, kijk, een paar dingen. Dus ik gaf al aan dat ik een Platoons antwoord inadequaat vind. En eigenlijk geeft Herman nu mij het bruggetje om dat nu uit te gaan leggen. Want je kunt inderdaad zeggen, nou, misschien moet het anders doen. Misschien moeten we zeggen dat die objectieve morele waarde, en let op, ik definieer de objectief waar als waar onafhankelijk van wat mensen uiteindelijk vinden, geloven of denken. Dat betekent dus dat als Herman spreekt over de waarden die de evolutie produceert, dat zijn niet de waarden per definitie waar ik het over heb. Want als de evolutie als het ware overnieuw gedaan zou worden, stelt u zich even voor, we zouden de band opnieuw starten. En er zou een heel nieuw organisme ontstaan. En zelfs heel waarschijnlijk. Dan zouden er ongetwijfeld ook hele andere morele waarden ontstaan zijn. Dus Herman spreekt over een heel ander begrip van morele waarden dan waar ik het over had. Dus als u goed geluisterd heeft, en dat heeft u denk ik, dan ziet u dat Herman hier een zogenaamde equivocatie maakt. Hij verandert, dat moet je even uitleggen. Hij verandert de betekenis van het begrip wat ik hanteer. Aha. Want de betekenis van het begrip wat ik heb gehanteerd, heel precies, is natuurlijk niet de de facto feitelijke, empirisch constateerbare regels waar Herman het over heeft. Mm-hmm. Want die, natuurlijk. Nee, ik heb het over de objectieve geldigheid, de objectieve, ik zeg zelfs de ontologische waarheid van bepaalde morele waarden, onafhankelijk van de mens. Nou, het punt is dus... Ik wou even Herman het woord geven. Kan jij hierop ingaan? Want jij gelooft helemaal niet in dat soort objectieve... Nee, de interessante vraag is hoe objectief hier nou precies begrepen wordt. Dus Darwin heeft al een heel interessant gedachte-experiment gedaan in een van zijn latere boeken. Zegt hij, stel nou dat bijvoorbeeld mieren hetzelfde soort intellect zouden ontwikkelen als mensen en dus ook waarden en normen zouden kunnen formuleren. Dan zouden die waarden en normen bij nieren er heel anders uitzien dan bij mensen. Omdat bijvoorbeeld, ik weet niet meer precies hoe het zat. Dat gaf het zojuist aan. Ja, nee, maar goed. Dus
Nou ja, ja, je kunt het herhalen natuurlijk. Okay. Dus waarden die mieren zouden hanteren zijn soortspecifiek. En ik zou beargumenteren dat de waarden die mensen hanteren, namelijk zorgen voor je kinderen enzovoort enzovoort, dat die ook soortspecifiek zijn. En die zijn dus ook evolutionair te verklaren. Als jij zegt nee, er moet een niet-evolutionaire verklaring gegeven worden, dan zou jij waarden moeten noemen die volgens jou objectief gelden en die niet evolutionair te verklaren zijn. Dus dan moet je bijvoorbeeld, nou, ik ben heel benieuwd naar jouw voorbeelden van die waarden namelijk. Die zijn er niet. Dus Herman begaat hier een denkfout. Nee, namelijk jij. Kijk, maar Emmanuel, kun jij zijn vraag beantwoorden? Herman begaat hier een denkfout. En de denkfout die Herman begaat is dat hij geen verschil maakt tussen de herkomst van bepaalde morele opvattingen en de vraag of bepaalde morele opvattingen waar zijn. En dat noemen wij in de filosofie, noemen wij dat een genetic fallacy. Iemand die een genetic fallacy begaat, die verwisselt een discussie, een terechte discussie overigens, omtrent de herkomst van bepaalde opvattingen en overtuigingen, waar ik met Herman overigens een heel eind kan meegaan, die verwisselt die met de vraag welke morele opvattingen uiteindelijk objectief waar zijn. En mij gaat het om die objectieve waarheid van bepaalde morele waarden. Ik noemde bijvoorbeeld het verbod op lustmoord. Nou, ik heb een argument gegeven, namelijk eigenlijk een heel interessant, bijna empirisch argument, namelijk een beroep mogen doen op jouw morele innerlijke ervaringen, net zoals je een beroep mag doen op je zintuigelijke uiterlijke ervaringen. Wat je dan moet doen, Herman, om dat argument te weerleggen, moet je een defeater aanbieden, weet je nog? Je moet een defeater aanbieden om te betogen dat die morele ervaringen, als het om de waarheidsvraag gaat, volstrekt onbetrouwbaar is en helemaal niet betrouwbaar kan worden omarmd. En als je dat gaat doen, en Herman gaat dat misschien wel proberen nog een keer, dan zul je zien dat het question begging is, omdat hij dan impliciet al uitgaat van een naturalistisch wereldbeeld. Dat is hier het probleem. Herman, kun jij het proberen? Ja, heel kort. Dus ik ben het er helemaal mee eens dat wij morele ervaringen hebben die diep in ons verankerd zitten en waarvan wij de waarheid op geen enkele manier kunnen betwijfelen. Bijvoorbeeld dat je goed moet zijn voor je kinderen enzovoort. Ik heb er een aantal van genoemd. Dus die morele waarheden, die deel ik helemaal. Alleen het woord waarheid interpreteer ik anders. Ja, bij jou, dat is inmiddels duidelijk. Ja, maar wacht even. Dat is inmiddels duidelijk, ja. Bij jou is die morele waarheid een overeenkomst met een of ander onafhankelijk van de mens bestaande werkelijkheid die kennelijk door God gecreëerd is. Bij mij is het zo dat de morele waarheid diep in de mens verankerd zit en die hebben wij door ervaring leren beseffen en die hele godheid hebben we daar totaal niet voor nodig. Ik wil niet zeggen dat die godheid niet allerlei nuttige functies heeft gehad, dat heb ik ook aangegeven in mijn praatje, maar ik deel dus het idee dat er boven de fysicalistische waarheden andere waarheden zijn, zoals juridische, ethische enzovoort enzovoort, dat deel ik, maar ik ontken dat je daarvoor een godheid nodig hebt. Die waarde kun je heel goed begrijpen, ook vanuit menselijk perspectief. Nou ja, daar is veel meer over te zeggen, maar dus ik vind nog steeds dat je een false dilemma hebt verkondigd, goed. Om het even logisch te formuleren. Ja. Dank jullie wel voor deze fascinerende discussie. Wij willen ook uitdrukkelijk de zaal bij deze discussie gaan betrekken. Wij hebben een... Wij hebben een aantal vragen binnengekregen. Nou, ik denk dat jullie elkaar best nog aardig vinden. En dat jullie hebben er ook wel plezier in, merk ik, hè, in het samen discussiëren, toch? Discussiëren wordt voor een filosoof pas interessant als hij slim wordt tegengesproken. Juist. Anders gaan we ons vervelen. Ja. Dus ik heb altijd enorme lol met mijn discussiepartner. Ja. Nee, hij is geniaal, vind ik. Mooi, mooi, mooi. Nou, een geniale sukkel, zullen we het dan maar even zeggen. Nee, ik zeg niet een sukkel. Nou, net wel. Ja, dat zeggen we om hem te plagen. Maar hij moet een beetje worden... Ja. Goed, we gaan even kijken. De eerste vraag. Wat staat hier? Wetenschap gaat over meetbare werkelijkheid. Religie gaat over onmeetbare dingen. Heeft wetenschap überhaupt... Ja, heeft wetenschap autoriteit om over religie te oordelen? Of zijn dat heel gescheiden werelden? Dat is wel leuk voor jou, want jij, Kant, was toch een van de filosofen die gezegd heeft en heel helder afgebakend heeft waar je wel over kunt spreken. Zeker, zeker. En niet. Dus... Kijk, Herman noemde even al Laplace en zo. En dat we dus God uit wetenschap hebben verbannen. Kijk, dat is eigenlijk een karikatuur, omdat natuurlijk in de christelijke traditie zelf, dus binnen het christendom zelf, kijk naar Thomas van Aquino, 12e eeuw, wordt eigenlijk al gezegd dat wij in de wetenschap, in die tijd werd dat natuurfilosofie genoemd, maar goed, hè, dat is eigenlijk wat wij natuurkunde noemen. Thomas van Aquino zei in de 12e eeuw al,
Natuurlijk komen wij God in de natuurfilosofie niet tegen. God is geen object in de natuur. God is de grond en de oorsprong en de bron van de natuur. Dus wij willen als christenen, zei Aquino, God helemaal in de fysica niet tegenkomen. Dus dat is belangrijk om je te realiseren. De fysica gaat over de natuur. De fysica gaat over de schepping vanuit een theïstisch wereldbeeld. En dat is een prachtige wetenschap. Moeten we ook zeker mee doorgaan, maar verwacht uiteraard niet de grond van de wereld als een ding binnen de wereld aan te treffen. Dus wie dat wel probeert, die is inadequaat, ook vanuit een christelijk perspectief. Dat geldt dus ook voor Newton. Newton heeft geprobeerd om zeggen? De... Nee, dus Newton heeft geprobeerd om op een gegeven moment een verschijnsel te nemen, namelijk de stabiliteit van het zonnestelsel, bijvoorbeeld. En hij is gaan rekenen en hij kwam tot de conclusie dat bepaalde zaken niet konden worden begrepen met zijn mechanische berekeningen. En toen heeft Newton geponeerd dat het dan misschien God moet zijn die dan de baan als het ware stabiel houdt. Ja, ja? Klopt. Nou, kijk, ik denk dat je inderdaad in zo'n geval moet zeggen, als je uiteindelijk naar een hele lange tijd, stel hè, naar een hele lange tijd, op geen enkele wijze een bepaald fenomeen wetenschappelijk kunt verklaren. Dus er zijn allerlei criteria. Het moet een duurzaam, onverklaard fenomeen zijn. Dat op allerlei manieren is geprobeerd te verklaren. Maar dat zich aan iedere verklaring onttrekt. Dan mag je op enig moment, en dan zeggen filosofen, defeasibly. Dus defeasibly, Herman begrijpt wat ik daarmee bedoel. Mag je dan poneren. Wacht even, kun je het even toelen? Ja, wij begrijpen dat niet. Dat je altijd je realiseert dat je dan met een mogelijk feilbare verklaring komt. Okay. En dan mag je op een gegeven moment mag je dat als een mogelijk feilbare verklaring inleggen. En zodra je het probleem oplost, netjes in de fysica, moet je die verklaring ook gelijk willen terugtrekken. Dus het fine-tuning argument bijvoorbeeld is voor mij precies zo'n argument. Het fine-tuning argument is een prachtig argument voor het bestaan van God. Maar mocht er ooit een perfecte naturalistische verklaring komen voor fine-tuning, ja. Stel even, dan ben ik de eerste om ruiterlijk te zeggen, dan is het verklaard. Herman, ja, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Wij moeten zeker niet bij dingen die wij als mensen nog niet hebben kunnen verklaren, God als verklaring gaan invullen. Dat noemen we een God of the gaps strategie van religieuze mensen. En er zijn twee redenen voor. Als wij iets nog niet verklaard hebben, dan levert de goddelijke hypothese nooit een echte goede verklaring op. Want een hypothese moet allerlei dingen voorspellen en bepaalde dingen onmogelijk maken enzovoort. En de godhypothese is nooit behoorlijk gedefinieerd. Dus dat is gewoon een vage kreet die niks verklaart. En in de tweede plaats moeten wij accepteren dat als wij bepaalde dingen nog niet verklaard hebben, dat we ze nog niet verklaard hebben. En niet een of ander emotioneel opborrelend godsideetje daarvoor invullen. Dus ik noem dat een gods of the gap strategie. Als er een gaatje is in onze wetenschappelijke verklaringen, dan vullen mensen daar God voor in. Dat deed Newton, maar Newton is op alle fronten waarop je dat deed, één van de twee is al genoemd, het andere front was dat alle planeten dezelfde richting om de zon draaiden. Newton kon dat niet verklaren, maar dat heeft Laplace ook keurig verklaard. En zelfs Immanuel Kant heeft dat al keurig verklaard door zijn theorie over het ontstaan van ons zonnestelsel. Dus wij moeten nergens God in echte vragen over hoe de werkelijkheid in elkaar zit invullen. Want dat is, ja, die godshypothese heeft geen enkele voorspellende waarde. Ja. En bovendien weten we nog steeds niet hoe het woordje God gedefinieerd wordt door mijn discussiepartner. Dus we weten nog steeds niet waarover we het precies hebben. Hè? Hebben we het over een persoonlijke eerste oorzaak. Dus een bewust of zelfbewust wezen. Dat uiteindelijk geldt als de grond of de oorsprong van de werkelijkheid. Een first cause, dat een subject is. Geen object, geen ding, maar een bewust wezen. Van deze definitie word ik nog niet veel wijzer. Ja. Dus ja, nee, maar de christelijke God bijvoorbeeld, dus de traditionele middeleeuwse definitie van God was dat het een pure geest was die almachtig, alwetend en al goed is. Mm-hmm. Nou, dan heb je een iets beter gespecificeerde definitie. Die van jou is nog veel te vaag, wat mij betreft. Want daar kun je geen voorspellingen uit afleiden uit jouw definitie. Uit deze definitie kun je wel voorspellingen afleiden. Als God, mag ik uitpraten? Ja, als God namelijk niet alleen almachtig, alwetend, maar ook al goed is, dan kun je voorspellen dat die God zorgt dat
er goede dingen gebeuren enzovoort. En dan is dus alle vormen van kwaad die er zijn, zijn moeilijk met deze godsdefinitie te verenigen. De godsdefinitie van Immanuel heeft voor mij nog geen enkele betekenis. Dus dan is het woord God nog onvoldoende helder voor mij geworden. Het is een vage kreet nog steeds. Ja, goed, daar is veel over te zeggen. Waarom is het geen vage kreet? Nee, het is alles behalve dan een vage kreet. Omdat je namelijk gaat kijken naar een zogenaamde rudimentaire kerndefinitie. Dus een rudimentaire kerndefinitie is een definitie waarin je alleen de essentiële eigenschappen die je nodig hebt toevoegt. Bepaalde andere eigenschappen, de goedheid van God, worden dan afgeleid of worden beargumenteerd. Die hoef je als het ware niet in de definitie te stoppen. Dat is een beetje Occam's razor. Maar die kun je uiteindelijk later door metafysische argumentaties kun je die toevoegen. Dus als ik zeg, God is een bewust wezen, dat geldt als de grond van de werkelijkheid. Het zijn dus twee attributen. Een subject van de wereld, dat geldt als haar grond, dan is precies datgene wat ontkend wordt door de atheïst. Als de atheïst zegt, God bestaat niet, of er is geen God, dan is precies datgene wat de atheïst ontkent. Het bestaan van een bewust wezen, dat geldt als de grond van de wereld. Want het gaat niet zozeer om de goedheid van God. Nee, de atheïst claimt dat er überhaupt geen bewust wezen is dat de grond van de wereld is. De atheïst claimt dat de grond van de wereld, zo er al een grond van de wereld is, hè, dat die ofwel stoffelijk is, ofwel informatie is, Plato, maar in ieder geval geen bewust wezen. Dus je moet juist wel de rudimentaire kerndefinitie van God hanteren om precies aan te geven waar het meningsverschil zit tussen de theïst en de atheïst. En met de woorden, overigens, met de woorden eerste oorzaak is niets mis. Een eerste oorzaak is gewoon een onveroorzaakte entiteit. Dat geldt als de directe of indirecte oorzaak van al het andere. Dat is metafysisch, zelfs analytisch, een prima keurige definitie, waar ook helemaal geen tegenspraak uit af te leiden valt. Dus daar is helemaal niets mis mee. Ik ben kort, het hier, gaan we naar de ik zal het proberen kort te houden. Ja, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Ik heb juist ook gezegd, we gaan naar het onderwerp. Omdat uit deze definitie van God geen enkele voorspelling afgeleid kan worden die ervoor zorgt dat je kunt argumenteren voor deze God door te laten zien dat er bepaalde voorspellingen die je uit deze hypothese afleidt ook uitkomen. Ik zou zeggen, lees mijn werk. Ja, lees mijn werk ook maar. Goed. Er valt genoeg af te leiden. Ja, ja. Er valt meer dan genoeg af te leiden. Ja, maar die afleidingen, nou goed. We even kijken wat er in de vraag, in de zaal nog leeft. Dat is ook wel heel leuk om te zien. Eens even kijken. Dit is geselecteerd door de jongens hier, Wouter en Peter, achter de computers. Als het een objectieve waarheid is dat bijvoorbeeld moord en verkrachting slecht zijn, waarom wordt er dan nog steeds gemoord en verkracht? Ja. Ja, die vraag is voor mij natuurlijk. Hè, want ik heb geclaimd dat er objectieve waarheden zijn. Ja. Kijk, iemand zegt, als er nu mensen zijn die geen kleuren kunnen waarnemen, is dan het hele begrip kleurzin ledig? Natuurlijk niet. Er zijn pathologische gevallen. Natuurlijk zijn er perverselingen. Natuurlijk zijn er sadisten. Natuurlijk zijn er mensen die moorden, om wat voor reden dan ook. Maar dat betekent niet dat er geen objectieve waarheid zou zijn omtrent de verwerpelijkheid van bijvoorbeeld lustmoord. Het is zelfs zo, wie de Sade kent, het is de pathologische gevallen worden precies ook aangeduid als pathologische gevallen. Juist omdat ze willens en wetens het slechte willen doen. Omdat ze willens en wetens zich willen keren tegen de morele wet bijvoorbeeld. Maar dat geeft geen argument om dan het bestaan van de morele wet te ontkennen. Natuurlijk niet. Het geeft ons een reden om deze mensen inderdaad te kenmerken als pathologische gevallen. En dus ze inderdaad te behandelen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat geeft ons juist een reden, zou ik willen zeggen, om moreel te kunnen oordelen. Als wij niet uit zouden gaan van bepaalde objectieve morele waarden, in de zin zoals ik die gedefinieerd heb, dan wordt het heel lastig op een gegeven moment om een andere persoon moreel te evalueren. Dan wordt het heel lastig om een andere persoon moreel te beoordelen. Want ja, er is uiteindelijk helemaal geen ultieme morele waarheid. Nogmaals, als we de evolutie opnieuw zouden doen, zouden er hele andere morele waarden ontstaan. Of iets anders. Stel dat er nu een buitenaards wezen hier op aarde zou komen. Of een hele groep buitenaardse wezens. Ze landen hier op aarde en ze kijken naar onze kuddemoraliteit. Want in feite debiteert Herman een soort herd morality. Het is een soort herd morality. De moraliteit van de kudde die evolutionair ontstaan is. Maar dat klinkt iets heel negatiefs. Om even de beweging af te maken. Stel dat die kuddemoraliteit, die herd morality, die hier op aarde wordt gedebuteerd, stel dat die wordt uitgedaagd door die morele wezens. Ja, wie zijn wij dan? Zij kunnen zeggen, ja, maar wij hebben een hele andere moraal. Lustmoord niet verkeerd, verkrachting niet verkeerd. Nou, in onze herd morality, in onze kuddemoraal, is dat juist fantastisch. Ja, dan staan er dus twee
morele systemen tegenover elkaar, dan moet Herman zeggen, ja, het ene morele systeem is zo geëvalueerd, het andere morele systeem is zus geëvalueerd. Incommensurabiliteit. Dan hebben wij geen enkele reden meer, ja, natuurlijk puur lijstbehoud, oké, maar we hebben geen enkele inhoudelijke argumentatie meer om dan tegen hen te zeggen, wat jullie nu willen, is gewoon fout. Nu, als er werkelijk bepaalde objectieve morele waarden zijn, dan kun je dat blijven zeggen. Hè? Of ook binnen onze culturen. Stel je voor dat het Nazi-rijk groot was geworden. Ja, dan is dat nou eenmaal de moraal binnen dat rijk. Dat is nou eenmaal de moraal die zij omarmd hebben. Wie zijn wij dan om onze moraal te gaan opleggen aan de natie? Wie zijn wij dan nog om de natie te veroordelen? Dat is dan volkomen gratuit geworden. Nee, juist als er bepaalde objectieve morele waarden zijn, kunnen wij nog altijd het abjecte verwerpelijke gedrag van bijvoorbeeld de natie of van bepaalde buitenaardse soorten, kunnen wij blijven veroordelen. En dat is denk ik een vrij belangrijk punt om in te brengen. Hier ben je het vast helemaal niet mee eens. Ik kan het ook, maar dan laten we genuanceerd oordelen hierover. Ja? Dus laten we een aantal punten maken. In de eerste plaats denk ik dat de moraal die de mens huldigt, objectief in de zin waarin ik dat woord gebruik, namelijk geldig voor alle verschillende mensen in de wereld, enzovoort, enzovoort, niet objectief in de zin die jij gebruikt. Ja. Maar die moraal, die is soortspecifiek in de zin dat als mieren een moraal hadden of wespen, dan zou die moraal er totaal anders uitzien. Dus als jij denkt dat God een moraal gegeven heeft aan de mens die niets met de menselijke soort te maken heeft, maar op de een of andere manier objectiever is, dan moet jij aangeven welke morele waarden die God aan ons heeft opgedragen, die niet te begrijpen zijn als effecten van de menselijke ontwikkeling als biologische soort. Mm-hmm. Dus dat wij bijvoorbeeld van onze kinderen moeten houden, dat heeft absoluut een biologische oorsprong. Families die niet van hun kinderen hielden, die zijn gewoon uitgestorven, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Als jij zegt, nou, er zijn ook waarden die je op die manier niet evolutionair kunt verklaren, en namelijk met culturele ontwikkelingen, want die horen er ook bij, hè, dat wij het nazisme nu veroordelen, dat komt. Vroeger was het zo dat morele waarden, ook van het christendom, die waren tribaal. Dus de christenen vonden dat ze de rest van de wereld mochten veroveren en vermoorden. En nu hebben wij geleerd dat we zo kwetsbaar zijn, zelf in dit soort situaties, dat het veel beter is om algemene mensenrechten voor iedereen te maken. En dat hebben we na de Tweede Wereldoorlog gedaan. Dus wij leren van onze geschiedenis door nieuwe waarden te propageren en die ook af te dwingen. Dat zijn morele ontwikkelingen. We hebben een hele interessante culturele morele ontwikkeling. Maar die vraagt helemaal niet om door God gegeven waarden die niks met de mens te maken hebben en die voor alle soorten gelden. Dus mijn uitdaging aan jou is, noem nou eens zo'n waarde die door God gegeven is en die niets met de menselijke waarde te maken hebben of heeft, die wij gewoon evolutionair kunnen verklaren. Nee, maar dat is de uitdaging voor jou en die uitdaging heb je nog niet aan beantwoord. Twee dingen. Ja. En de uitdaging niet vergeten. Twee dingen. Dus in de eerste plaats, ook al zou je een bepaalde morele wet definiëren en daarin het woord mens gebruiken, kan dat nog steeds een objectieve waarheid zijn. Het is niet zo dat een objectieve waarheid zodanig generiek moet zijn dat daar een bepaald type actor niet in genoemd zou hoeven worden. Het kan objectief waar zijn dat het voor mensen verwerpelijk is om bijvoorbeeld te discrimineren of om bijvoorbeeld een andere mens minder waardig te behandelen. Dat zou een objectieve waarheid kunnen zijn, ook al worden in deze wetten of in deze regels verwezen naar mensen. Mm-hmm. Dat is één. Twee is het. Vind jij dit even? Ja, ik wil dit goede punt maken. Vind je dit goede voorbeelden? Ja. Nou, nee, ja? Dit punt kan. Dus je kunt zeggen. Ja. Er gelden inderdaad alleen maar morele wetten voor mensen, want in die morele wetten hebben we het woord mens ook opgenoemd. Ja, okay. Maar nou is. Ja. Ja? Nou is de uitdaging natuurlijk, die ik had, deze morele wetten kunnen we keurig door evolutionaire en culturele ontwikkelingen verklaren. Ja. En de uitdaging aan jou is om te laten zien dat dat niet kan en dat we God nodig hebben. Ja. En dat is wat ik ontken. En ik heb daar nog steeds geen interessant antwoord op gehoord. Nee, maar dat komt misschien in zijn tweede punt. Het tweede punt. Komt nu, komt wij dat. Luisteren. Dus inderdaad, dus Herman erkent dat inderdaad, dat kun je doen. Het tweede punt is dat je ook natuurlijk kunt generaliseren en kunt zeggen, nee, bepaalde morele wetten gelden niet sterk voor de mens, maar voor überhaupt autonome, redelijk of vrije wezens. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, het zou een morele wet kunnen zijn dat autonome, redelijke, vrije wezens, behept met gevoel, behept met ervaring, behept met voorstellingsvermogen, inderdaad geen lustmoord mogen plegen. Nou, dan heb je niet het woord mens gebruikt, dan heb je het gegeneraliseerd op het niveau van redelijke, vrije, autonome wezens. Dat is eigenlijk de strategie van Kant die al genoemd is. En dan kun je prima deze regels op die manier
codificeren, zeg maar, en dus inderdaad ook aangeven. Dus dat is helemaal geen enkel probleem. Overigens heb ik natuurlijk al lang antwoord gegeven, maar het gevaar is dat ik me dan ga herhalen. Kijk, Herman, ik wil even checken bij Herman of het echt geen probleem is wat er nu gezegd is. Nou, nu wordt gewoon de mens gebruikt als basis om te zeggen, ja, dieren die net zo zijn als de mens, of andere wezens die net zo zijn als de mens, daar gelden dezelfde waarden voor. Daar zijn we het natuurlijk mee eens, dat is triviaal. Goed, dus mijn punt was daarnaast. Maar daar hebben we God nog steeds niet voor nodig. Al lang natuurlijk antwoord gegeven op de vraag van Herman. Omdat ik een betekenisvol verschil blijf maken tussen het fantastische, interessante onderzoek waar Herman zich mee bezighoudt. En dat is ook prachtig. Om na te gaan hoe onze. Ik heb het al aangegeven. Hoe onze morele faculteiten. Hè, ik sprak over onze morele faculteiten. Dus onze morele ervaringen. Onze morele intuïties. Onze morele oordelen. Hoe daar uiteindelijk een evolutionaire ontwikkeling. In onderkend kan worden. En ik vind het prima om te erkennen dat onze morele, zeg maar, onze morele sens, onze moral sense bijvoorbeeld, evolutionair ontwikkeld is. Sterker nog, ik denk dat onze reason, onze rationele sens, en dat onze zintuigelijke sens natuurlijk ook evolutionair aan te wijzen zijn. Dat is een vraagstuk, nogmaals, een vraagstuk van de herkomst van onze morele, onze rationele, onze zintuigelijke faculteiten. Het gaat om de genealogie van onze faculteiten. Dat is een prachtige vraagstuk. Maar waar het mij even om ging, was de waarheidsvraag in de inderdaad strikt. Ja, filosofen gaan dan spreken over correspondentie en zo. Herman weet dat ik nu ga doen. Maar ik heb het over de waarheidsvraag in de strikte zin. Zijn bepaalde mathematische overtuigingen, bepaalde wiskundige stellingen, zijn die ook werkelijk waar? Als ik zintuigelijk dingen waarneem, mag ik dan redelijkerwijs geloven dat het ook echt waar is in de extra mentale wereld buiten mij? Of als ik diepe, diepe, diepe morele ervaringen heb, mag ik dan redelijkerwijs, zonder een goede defeater, die ik nog steeds niet gehoord heb, mag ik dan inderdaad redelijkerwijs aannemen dat deze morele ervaringen dus waar zijn? Maar dat er een evolutionaire gang in het spel is, nogmaals, op het niveau van de genealogie, is dat gewoon voor mij in feite triviaal. Dat is voor mij Herman. Triviaal. Ja, even korte reactie, dan gaan we nog naar de korte vraag. Reactie, maar het wordt een heel interessant probleem. Kijk, de vraag waar waarheid precies in bestaat, dat is een buitengewoon interessant filosofisch vraagstuk. En mijn waarde discussiecollega neemt aan dat de waarheid van een uitspraak altijd bestaat in overeenstemming met een of andere werkelijkheid. En dat klopt voor empirische waarheden. Als ik zeg, er zijn 100 stoelen in deze zaal, dan moet ik dat testen door alle stoelen te gaan tellen. Dus dan is de overeenkomst met een werkelijkheid het waarheid. Ik zou willen betogen dat verschillende waarheidscriteria gelden voor verschillende domeinen. Als ik bijvoorbeeld afvraag, wat is een ware rechtsregel in Nederland? Dan moet ik niet in correspondentie met een of ander onafhankelijk bestaande werkelijkheid bekijken. Nee, dan moet ik uitspraken van de Hoge Raad bekijken. Of wetgevingsuitspraken. Dus waarheid kunnen, daar zijn allerlei verschillende criteria voor. In de rekenkunde is het ook niet overeenstemming. En dat kan ik allemaal beargumenteren. Dus de fout die mijn discussie partner nu maakt, is dat hij het waarheidscriterium wat geldt voor empirische uitspraken ondoordacht toepast op ethische uitspraken. En dat is een totale vergissing, maar dat is een belangrijk en interessant filosofisch